Goedemiddag, we gaan het vandaag hebben over deel 5 van de MOOC. En dan gaan we verder in op objecten en leggen we uit hoe objecten gemaakt worden, hoe ze in het geheugen zitten, wat methodes betekenen, wat constructors zijn enzovoort. Als eerste objecten zelf, waar dienen die eigenlijk voor? Eigenlijk is een object niks anders dan een datapakketje waarom je methodes definieert en die methodes samen met dit datapakketje zorgen voor een soort van gedrag, zoals je het zou kunnen beschrijven in Java. Dat gedrag van zo'n object wordt geactiveerd door de methodes op zo'n object aan te roepen. En dat zullen we zo meteen ook laten zien in een tekening en in de IDE, in NetBeans of in DMC-beans, afhankelijk van wat ik opgestart zal hebben. We hebben het dan ook over de toestand, in het Engels noemen we dat dan state van een object. Dat is de waarde van de fields die een object op een bepaald moment heeft. Denk eraan, de fields, dat zijn de eigenschappen van een object. Dus dat zijn de ingevulde veldjes, fields, veldje, in een object zitten. En die samen vastleggen wat de toestand of de state van zo'n object is. In sommige gevallen kan de waarde van zo'n field veranderen. En dat gebeurt dan in bijna alle gevallen, als we het goed gedaan hebben, doordat we een methode aanroepen. Dus de methode, samen met de verandering van eigenschappen, verandering van die fields, levert dan een gedrag op. En we kunnen dan zien dat een object over zijn levenstijd verschillende toestanden kan hebben. We zullen later ook zien dat het soms verstandig is om een object maar één toestand te geven. Dat wil zeggen een toestand die we definiëren bij de constructor en die dan voor de rest met rust laten. Dat blijkt voordelig te zijn, met name als we moderne processorarchitecturen gebruiken waarin caches zitten en dat soort zaken. Maar dat soort details komen we misschien in deze les nog en anders in een latere les komen we daar nog op terug. Nou, als je je afvraagt hoe een methode gedefinieerd is, dat betekent eigenlijk dat het een goede vraag is, als eerste natuurlijk. Maar het betekent ook, een methode is eigenlijk niet gedefinieerd in het object, of op het object, of aan het object, maar in de klasse. En de klasse is dat deel in een programma dat bepaalt hoe een object gemaakt wordt. Dat is het vormpje, de template, of het model dat je gebruikt om zo'n object te maken. Denk even het model dat we de vorige week gebruikt hebben, Playdo. Pers je in een vormpje en dat neemt dan de eigenschappen van dat vormpje aan. Maar de waarde, de klei, de kleur van de klei, met name die in het vormpje drukt, die bepaalt de kleur bijvoorbeeld. Dus je kunt nog steeds objecten maken van met verschillende eigenschappen, verschillende kleuren in het voorbeeldje van Playdo. Maar voor de rest zijn het dezelfde objectjes als je ze in hetzelfde malletje stopt. Als we naar die methodes kijken, dan zijn die methodes echter gemaakt in de klasse. En die worden gedeeld door alle objecten. Methodes worden per definitie gedeeld door alle objecten. En dat betekent dat op de een of andere manier een mechanisme moet zijn om ervoor te zorgen dat je, als je een methode op een object oproept, dat dan uiteindelijk betekent dat de methode die gedefinieerd is in de klasse gebruikt wordt om iets met dat object te doen. En dat kunnen we ook tekenen, dat zal ik ook even laten zien in een plaatje. Als ik een methode heb. Stel, ik heb een methode en ik heb een object en laat ik dat OBJ noemen. Dit is niet zo goed leesbaar, ik pak een iets donkerder pen. OBJ en ik heb daar een methode. Laten we zeggen dat die methode een string meekrijgt als input. Laten we die string S noemen voor de compactheid. Dan betekent dat in runtime eigenlijk dat als we dat in de JVM doen, dat wil zeggen op het moment dat het programma loopt, dat we dan eigenlijk het volgende doen. Dan roepen we diezelfde methode aan en als eerste parameter geven we een referentie mee. Een referentie die aangeeft op welk object dat we willen werken, op welke instantie dat we willen werken. En voor de rest komen dan de vervolgende parameters. Dus in dit geval is dat die S, dit is de feitelijke aanroep. En dit ding, die reference, dat is een sortiment van handvat, in Engels wordt het wel eens een handle genoemd, naar het object, de instantie van de klasse die we hebben. En door deze eigenschap van methodes en referenties kunnen we doen alsof wat hierboven staat ook echt gebeurt. Dus ik roep op een object roep ik een methode aan en geef die een parameter string mee. In werkelijkheid roep ik die methode aan, geef die de referentie mee, zodat die methode weet welk object bedoeld wordt.
en geef vervolgens de string mee. En op die manier werkt dat. Dat betekent ook dat als ik een methode aanroep in een klasse, stel ik heb hier een klasse, dit zit allemaal in een klasse, laten we even maar als voorbeeldje onze auto aanhouden, dat is een makkelijk model, daar zitten een aantal fields in. Als ik in zo'n methode definieer en ik wil die methode aanroepen, dus in de klasse, ik zit ergens in een andere methode, en ik wil dan die methode aanroepen, dan kan ik dat doen door this mee te geven als de referentie van het object waar ik op werk. Dit ding neemt dezelfde plaats in als dit ding en dezelfde plaats in als dit ding. Dat is dus het object, dat is de referentie naar het object waar ik op dat moment op werk. En je zult ook zien dat als ik een methode in een methode binnen de klasse aanroep, dat ik dan zonder problemen ook die this kan weglaten. En vaak is het een kwestie van stijl om ervoor te kiezen die this weg te laten of niet. Ik vind het zelf niet storend. En het is ook leuk om te weten dat in andere taal is het noodzakelijk dat je die this meegeeft. Voor jullie eerstejaarsstudenten, het bekendste voorbeeld is wellicht PHP. Waar jullie in het volgende kwartaal mee gaan programmeren, daar zul je die this reference wel mee moeten meenemen. Als je tenminste op de objectgeoriënteerde manier in PHP zou gaan werken. Wat moet ik daar nog meer op zeggen? Ja, er zijn nog andere methodes. En die andere, met name die andere methodes, dat zijn de zogenaamde static methods. Die hebben we al gezien in de eerste 4 weken, of beter gezegd de eerste 3 weken van de MOOC. Want daarin heb je nog niet met objecten gewerkt, maar wel met methodes. Met name static methodes. Je begon met static public static void main, dat is de hoofdmethode van het programma, de startmethode feitelijk van het programma. Dat is een static methode. Die static methode krijgt geen referentie mee naar een object, want die heeft geen object nodig. Die gebruikt feitelijk de eigenschappen van de klasse waarin die static methode gedefinieerd is. En kan ook eventuele andere static eigenschappen, static members van die klasse gebruiken. Denk aan static fields. Aan de statische methodes. Ook die hebben we gezien in de eerste 3 weken, waar steeds het woordje static voorkwam. Je zult in de komende weken leren om dat woordje static alleen maar te gaan toepassen als het echt nut heeft. En steeds minder gaan toepassen, want je verliest anders een belangrijke eigenschap van objectoriëntatie, namelijk de vererfbaarheid. En dat, daar komen we ook later op terug. We kunnen die klassen ook inspecteren. We kunnen zien wat in zo'n klasse zit en wat erin gedefinieerd is. En dat kun je met behulp van een programma zelf. Een programma kan zelf een klasse inspecteren. En als je dat doet, dan noemen we dat reflectie. Reflectie is het inspecteren door een programma van zichzelf of van een ander programma, met name een ander klasse of een ander object. En dat gebeurt dan vaak in een geheel programma waarbij je met behulp van dat reflecteren, reflectie, de eigenschappen van objecten kunt bekijken. Maar de IDE die kan dat net zo goed. Want kijk, hier zien we beneden, maar even juist inschakelen. Zo. Laten we eens even kijken. Dit zet ik nog even op minimaal. En ik zet de car class, die kan ik ook natuurlijk even laten zien. Dat is dit ding. Dus schakel even dingetjes uit die we op dit moment nog niet nodig hebben. Die laat ik even niet zien. Want daar gaan we straks over praten. En ik moet er natuurlijk voor zorgen dat wat ik bedoel te vertonen, dat jullie dat inderdaad ook in de werkelijkheid kunnen zien. Dus ik moet dat even in beeld brengen. Wat ik bedoel is, en ik hoop dat de lettergrootte voldoende is. Weet je wat, ik start NetBeans even opnieuw op, zodat de lettergrootte wat beter wordt, wat beter zichtbaar wordt. Dan heb ik een iets grotere maat letters. En ik start NetBeans simpelweg opnieuw op. En als het dan goed is, dan als het werkt zoals ik het bedoel, dan wordt het een beetje beter leesbaar. Vooral op een mobiele telefoon of een tablet of wat dan ook. Je ziet dat de letters hier al wat, de karakters hier al wat groter zijn. Daar ook. En dan ga ik wel hetzelfde doen als ik zojuist deed. Ik ga die car-klasse activeren.
Dat wil zeggen, in de editor wordt die dan zichtbaar. Je kan hier alles inklappen. Laat ik dat even ook allemaal doen. De code false, collapse all. Hoppakee. Dan zie ik helemaal bijna niks meer. Maar ik zie nog wel de belangrijkste eigenschappen van de klasse. Maar ik zie het hier ook in die navigator. En ik zelf ben een fervent gebruiker van die navigator. Die je dan hier beneden ziet. Ik moet de arm niet te ver uitstrekken. Dit is die navigator. En ik kan hiermee al inspecteren, maar al dan op hoog niveau, wat er in deze klasse elkaar gedefinieerd is. En als ik even oplet, dan zie ik hier dat hier staat het klasse-icoon. In NetBeans is dit het klasse-icoon. Ik zal het ding even in het midden neerleggen. Even kijken of dat gaat. Nou, moment. Ja. Ik kan die ook laten drijven. Float heet dat. Dit is de navigator. En hierin zie ik het klasse-icoon. Dat is een rechthoekje en een diamantje en een bolletje. Dat betekent samen, er zijn hier fields gedefinieerd, er zijn hier methodes gedefinieerd, er zijn hier ronde dingetjes en er zijn constructors gedefinieerd. En van die laatste zien we er drie. In deze klasse zitten drie constructors. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Daar zitten ook drie methodes in. 1, 2, 3. Maar ik kan er nog meer van laten zien. Als ik hier wat icoontjes activeer. En even opletten wat er gebeurt. Als ik dit inschakel. Dan moet ik even kijken wat er dan gebeurt. Dan betekent het dat daar de zogenaamde fully qualified names komen te staan. Dus als je even oplet, dan zie je dat overal waar string stond, wordt Java lang string gezet. Dat is de volledige naam, of dat is voornaam en achternaam van string, zoals je misschien zou kunnen zeggen. En voor de rest zitten hier geen andere types in. Int blijft int en long blijft long. En hier zie je nog een keer een string staan. Dus dat is de manier om de volledige naam in te schakelen. Dan hier nog een dingetje. Die laat eventuele inner classes zien. Daar gaan we het nu nog niet over hebben. Die zijn er ook nog niet, dus dat is niet zo zinvol. Hier staat ook nog een icoontje en dat laat de zogenaamde non-public members zien. Dus alle zaken die je eigenlijk van buitenaf niet zou moeten zien of hoeven te zien. Want public betekent toegankelijk voor de buitenwereld. Nou, als we dat even inschakelen, dan gebeurt er nog steeds niks. Maar het heeft te maken met het feit dat alle methodes, in dit geval, zijn allemaal public. Er staat hier behalve het icoontje voor de methode en voor die constructors niks bij. En dat betekent in NetBeans betekent dat het deze methode public is. Dat zien we ook nu als ik naar die constructor wijs. Dan zie je daar public, car enzovoort. Zo is die methode gedefinieerd of deze constructor gedefinieerd. Ik kan ook naar de private fields kijken. Oh, dat heb ik net al gedaan. Ik kan ook naar de static fields kijken. Die komt op dit moment nog niet voor, denk ik. En dat is correct. En ik kan met dit icoontje naar de fields kijken. Dan moet ik wel eventjes inschakelen dat ik ook de private fields wil zien. Hè. Dus deze twee samen bepalen in dit geval dat ik de fields wil zien, mits ik ook de private fields wil laten zien. En of de zelfs, in dit geval zijn het zelfs de package private fields. Je zult mij dat die woorden vaak horen gebruiken, private en package private. Het heeft alles te maken met het feit dat ik zelf vind dat package private te weinig gebruikt wordt. En package private is eigenlijk de default zichtbaarheid of toegankelijkheid. We hebben public, dat is helemaal toegankelijk voor iedereen. We hebben protected, daar hebben we het nu nog even niet over, want dat doen we pas bij vererving. We hebben package private en we hebben private. Package private is de default privacy, Engelse woord privacy. En dat betekent dat alle andere klassen in dezelfde package, dit hierboven is de package, RefType is de package in dit geval, hebben ook toegang tot de fields en methodes. En soms is dat voordelig. Vaak blijkt dat voordelig te zijn, met name als je professioneel software ontwikkelen bent en je wil gaan testen. Dit dingetje is voor de static methodes. En je ziet hier dat er inderdaad wat statics zit. Er zit een static methode in. Deze count methode die is package private. Dat kun je aan dit dingetje zien. En er is een static field. Dat is een count. Wat dat precies betekent zullen we zo meteen ook nog zien. En wat hebben we hier nog? We hebben hier nog de setColumn methode. Die was er al. Die
waarom wordt die nu ingeschakeld? Even kijken. Ja, die methode was er al. Maar je ziet dat de fields en de methodes, die komen eruit in volgorde van definitie. En dat heeft te maken met het feit dat ik in deze klasse dat count field ook ergens midden tussen de methodes heb gestopt. Dat heeft ook weer met programmeerstijl te maken. Soms is het voordelig en fijn om die methodes allemaal bij elkaar bij elkaar te zetten en de fields bij elkaar te zetten. En soms zijn programmeerstijlen nog wat uitgebreider. Die zeggen je moet alles wat public is bovenaan zetten en alles wat niet public is lager. Dat is ook een goede aanpak. De programma's werken altijd op dezelfde manier, in dezelfde gevallen. Het verschil zou je hooguit kunnen ontdekken als je zo'n klasse gaat inspecteren. Want dan is die volgorde van fields is wel van belang, omdat op de plaats waar je zo'n field definieert, wordt die ook gezien. En dat zie je ook onmiddellijk in de Navigator. Dat is even het proberen te doen. Even kijken of ik dit ding permanent kan laten zien. Ja, dat kan ik mooi doen in Linux. Ik kan zorgen dat dit ding altijd bovenop ligt. En dan kan ik hier bijvoorbeeld zo'n field verschuiven. En dan ziet je dat je Navigator dat netjes volgt. Ja, dus die Navigator geeft een exact model. Natuurlijk niet meer als ik die zaken op alfabetische volgorde zet. Dan heeft dat geen effect meer. Dan kan ik die fields verschuiven wat ik wil. Dan zie je daar helemaal niks meer van. Ik denk dat dit de oorspronkelijke volgorde is zoals ik hem had. Laat ik het ook maar zo even houden. Oké, dit is mijn simpele car. En ik ga zo meteen een plaatje maken van die simpele car. En dat begin ik eerst op papier. Maar zo meteen wordt dat plaatje behoorlijk uitgebreid en complex. En zelfstandig is het nog een vereenvoudiging. Om te laten zien wat dat betekent in het geheugen. Ik moet toch wat meer vertellen over methodes. Met name over het gebruik van methodes. En ik laat dat hier zien. In dit geval zien. In het gebruik van constructors. En dat is al zelfs al een beetje complex. Maar straks zullen we dat ook nog zien bij een ander voorbeeld dat ik gebruik om te laten zien dat methodes het werk verbeteren, de kwaliteit van de code verbeteren. Met name door ervoor te zorgen dat we stukken repeterende code, dus dezelfde code die vaker in een programma voor zou kunnen komen, dat we die vervangen door één methode definitie waarin die repeterende code zit en dat we die methode op alle plaatsen waar die repeterende code nodig was, dat we die dan in plaats daarvan de repeterende code aanroepen. En dat is waar je met methodes mee aan de gang kunt gaan. Dan zijn er een aantal belangrijke begrippen en die begrippen wil ik toch even nog duidelijk onder de aandacht brengen. En dat kan ik het beste doen door ze uit te schrijven, die woorden simpelweg op te schrijven. En die het onderscheid, zodat jullie dat onderscheid ook duidelijk meekrijgen. En dat doe ik dan maar weer op een tekenvelletje. En dat doe ik met een vettere pen. We gaan het hebben over loading. En ik moet misschien het woord nog een keer opnieuw schrijven. Over loading. Hier moet een O staan. En overwriting, dat komt zo straks. En overwrite. Dat is een R hier. Lijkt op een V, maar dat is een R. Het zijn twee belangrijke begrippen die we bij objectgeoriënteerde talen tegenkomen. En die hebben te maken met het feit dat het kenmerk, de identiteit, of zoals het officieel heet in Java, de signatuur van een methode, dat die uniek moet zijn binnen een klasse, maar je mag wel een methode naam hergebruiken, mits de lijst van parameters in die methode verschillend is. Identiteit immers van de methode is naam plus de parameterlijst. Als ik maar ervoor zorg dat die verschillend is, dan kan ik in dezelfde klasse een methode naam meervoudig gebruiken als ik maar zorg dat de lijst van parameters verschillend is. En dat kan zijn in type, maar het kan ook zijn in lengte of in een combinatie van beide. Bijvoorbeeld als ik een int en een string meegeef als methode en ik noem die methode Joep. En dan mag ik ook een tweede methode Joep hebben als ik de string en de int van plaats verwissel. Dat is een beetje een vreemd voorbeeld wellicht. En de toepassing daarvan is ook een beetje lastig te zoeken. Soms heb je dat soort trucjes nodig. Maar doe dat niet te vaak, want
de gebruikers van die methode vaak verwarren en dat wil je meestal niet. Een bekend voorbeeld, en een voorbeeld waar jullie ook al gebruik van gemaakt hebben, is een aantal methodes die zitten in de stringklasse. En die stringklasse heeft bijvoorbeeld een aantal methodes om primitieve types te vertalen naar een stringwaarde. En die methoden heten allemaal value of en die nemen als parameter bijvoorbeeld een int en een string mee. Ik zal ook dat even laten zien in de stringklasse. Ja, dat mag weer wat klein even zijn. In de stringklasse. Er zit een hele hoop gedefinieerd. Misschien gaan we daar straks nog even naar kijken, want dat is best leuk om daar in te kijken, die stringklasse. In die stringklasse zijn een aantal methodes gedefinieerd, die heten allemaal value of. En die hebben als uitvoer, als return type, hebben die een string. En die nemen een int, dat is de eerste, een int, en er is er ook eentje. Die heet string value of, en die neemt een double. Dat zijn de twee voorbeelden die ik wil noemen. Dus op die manier zie je dat diezelfde value of naam vaker in dezelfde klasse string mag voorkomen, om de reden dat die een andere parameter neemt, een ander type parameter. In dit geval een int, in dit geval een double. En zo is er ook eentje voor char en voor boolean en voor weet ik wat. Zelfs voor object bestaat die. En wat dat dan doet, dat hebben we denk ik vorige week al een klein beetje aangeraakt. Maar daar laat ik dan eventjes, daar mag je even over nadenken. Wat we met die stukken repeterende code bedoelen is vaak één of meerdere statements, vaak meerdere statements. Die we steeds opnieuw zien terugkomen in verschillende methodes. En als die statements precies dezelfde volgorde hebben en allemaal hetzelfde resultaat opleveren, dan kan het voordelig zijn om die methode in te pakken. Andere voorbeelden zijn, je hebt bijvoorbeeld een lus, je wilt bijvoorbeeld getallen bij elkaar tellen, dan is het verstandig om dat samentellen van die getallen in één methode te pakken, zodat als je het gemiddelde wil uitrekenen, dan moet je weer diezelfde sum hebben. Dat zou je weer met een lus kunnen doen, om die sum op te breken. Nee, wat je dan gaat doen, je gaat dan die sum methode aanroepen, om te voorkomen dat je die lus, die loop, die for lus of die while lus, nog een keer programmeert. En in de gemiddelde berekening zul je die sum methode gebruiken om vervolgens te delen door het aantal en daarmee dit gemiddelde te bepalen. Denk er dan wel even aan dat als je de waardes die je sommeert, dat wanneer dat integers zijn, dat je dan eerst ervoor zorgt dat je die sum vertaalt naar een double voordat je gaat delen. Anders krijg je een integer deling en dat is wellicht niet het effect wat je verwacht. Goed, laten we even zien of we daar nog meer mee kunnen doen. Ik zal dit ding eventjes terug zetten. Gaat dat? Ja, nou, even kijken, dit wellicht always on top of. En dan, oeps, wat heb ik nou gedaan? Nou staat, wat ik nu gedaan heb is een bedienfout in mijn OBS. En dat had ik niet bedoeld. En dat ik op het verkeerde scherm zit te klikken. Ik moest op het andere scherm met mijn muis bewegen. En wat ik bedoelde is, ik wil dit ding weer op zijn normale plaats neerzetten. Dat wil zeggen, hij komt dan hier als navigator te staan. Dat vind ik een minder geschikte plaats. Ik heb hem eigenlijk liefst op zijn standaardplaats staan. Dan zit hij het minst in de weg. Dan zit hij op een plaats waar ik hem toch heel fijn kan zien samen met de code. Je kunt het ding neerzetten wat je wil. Maar dit is, ik vind de standaardplaats eigenlijk wel zo prettig. Goed. Zoals we dus gezien hebben, hier zitten allerhande knopjes aan waar je verschillende eigenschappen van kunt laten zien. En het verrassendste knopje, zeker omdat we nu met de tweede les van object en oriëntatie bij je zitten, is dat knopje hier met die twee, ik vind dat twee kleine kereltjes. Een vader of een moeder met een kind. En dat heeft te maken met het feit dat we gaan praten over erving. Echte details daarvan komen in een latere les, maar ik laat er toch een klein beetje van zien, want deze car-klas zelf, die is... is weliswaar een klasse, maar die is een kindklasse per definitie in Java van een andere klasse. En die ouderklasse,
En soms is het zelfs de oerouder, de Adam of Eva, afhankelijk van welk geslacht dat je prefereert, van die klasse. Als ik dat ding aanzet, dus die twee poppetjes aanzet, dan zie je dat er in één keer meer in dit lijstje komt te staan. Je ziet dan dat ik hier, even het verschil zien, ik heb hier, dit loopt nu door tot to string. En als ik dit aanzet, dan zul je zien dat er een aantal methodes bij komen. Clone, equals, finalize, get class, hashcode, notify, notify, enzovoort. Waarvan er maar een paar van belang zijn voor de PRC1 lessen. En dat is met name de equals methode, de toString methode. Die hebben we al besproken in de vorige lessen. En de get class methode en de hashcode. De andere kun je even vergeten. En zo'n methode waar zo'n streepje door staat, daar staat eigenlijk, nou gebruik die maar liever niet meer. Die zit er nog altijd in, omdat oude programma's ook moeten kunnen werken. Maar er zijn redenen voor om dat in moderne Java niet meer te gebruiken. En daarom staat er zo'n streepje erin. En in Java-termen betekent dat deprecated. Afgeraden. Afgeraden. Dat is eigenlijk het beste vertalen. Dus dat laatste knopje laat ook de members zien. Dus de eigenschappen die die klasse, die car-klasse in dit geval, erft van zijn ouder. Ik kan dat ook nog een klein beetje uitbreiden. En dat is misschien wel leuk, want dat komt zo meteen in een plaatje terug. Ik ga in deze ref-types nog een tweede type, een klasse toevoegen. En die klasse, simpelweg een nieuwe klasse maken. En die klasse die noem ik vehicle. Vehicle in het Nederlands. En je kunt misschien al raden waar het heen gaat. Ik zet hier even niks bij. Ik geef dat ding maar een eigenschap. Ik maak er daar even voor het gemak een string van. En ik noem dat. Ik noem dat maar even. Ik moet een naam bedenken op dit moment: vehicle type. Een vehicle type. Dus dat is de eigenschap die ik ding geef. En als we toch bezig zijn, moeten we daar wat code bij maken, natuurlijk een setter en getter. En laten we dat vehicle type maar meenemen, dan heeft dat ding ook wat te doen. En laat ik het ding ook nog een constructor meegeven, dat is wel zo aardig. En door dat vehicle type mee te geven, generate. En daarmee heb ik een klasse gemaakt, een vehicle klasse. En dat is ook een voertuig. En je kunt je voorstellen dat een auto ook een voertuig is. En dat specificeren we in Java door hier extends achter te zetten. Ik loop eigenlijk een beetje voor op de code die later komt, maar ik wil even die eigenschappen van die navigator laten zien. En dan, op het moment dat ik dat doe, dan krijg ik onmiddellijk al een probleem. Namelijk het feit dat dit vehicle heeft geen constructor. Even kijken hoor. Even kijken wat het rode lampje zegt. Constructor vehicle cannot be applied to given types, required string, found no arguments. Dus ik moet hier ook nog een vehicle-klasse maken. Laat ik even de constructor weggooien, want die zit me op dit moment in de weg. Laat ik die even weggooien. Dat komt allemaal later, in latere lessen, want dat verstoort het alleen maar de les. Dat wil ik niet. Ik wil geen lesverstoring hebben. Ik heb hier netjes een vehicle. De car is een vehicle. Dat is feitelijk wat er staat. Oftewel, car erft van vehicle. Dus dat heeft met die twee poppetjes te maken. En op het moment dat ik dat gedaan heb, en dan moet je even opletten. Op het moment dat je dat gedaan hebt, dan zul je zien als ik die twee poppetjes wil inschakelen, dan komen er behalve de clone, equals, finalize, get class enzovoort mee, komt daar ook nog get vehicle type bij en het field. En als ik dat nou in alfabetische volgorde zet, en dat baat niet zoveel, als ik de fully qualified naam erbij zet, eens kijken wat we dan zien. Dan zien we hier niet zoveel. Dit is in K gedefinieerd. Even kijken. Set vehicle is in vehicle gedefinieerd. Nee, daar zien we niet zoveel aan. Maar je kunt hiermee mee aan de gang, mee spelen. Laat ik maar even gewoon terug naar het standaard overzicht gaan. Je kunt dus zien dat behalve de eigenschappen die de auto zelf heeft, hij ook eigenschappen, dat wil zeggen de methodes en de field van de ouderklasse, van de superklasse, zoals ze dat in Java noemen, meekrijgt. Nou, dat komt allemaal nog uitgebreid aan orde als we het over vererving gaan hebben. Dat is in latere weken.
Maar in een hoofdstuk, ik denk in hoofdstuk 5 van Horstman gaat het ook over inheritance en dat soort zaken. Daar gaan we nu even niet verder op in. Een belangrijk onderscheid wat we gaan zien is, en weer, de herhaling kan geen kwaad, is het onderscheid dat we willen maken tussen primitieve types, en Java kent er 8 primitieve types, en zogenaamde reference types. En die primitieve types hebben eigenlijk niks anders dan een waarde, en voor de rest niks bijzonders. Met die waarde kun je soms rekenen, dat wil zeggen je kunt 2 waarden bij elkaar tellen en dan levert het dan een nieuwe waarde op. En als je die nieuwe waarde wil onthouden, dan zet je die nieuwe waarde in een variabele neer. Oftewel, je vervangt de inhoud van de variabele met de nieuwe waarde. Laat ik dat even uitschrijven, want ik praat nu veel en soms is het slimmer om dat gewoon even uit te schrijven. Ik maak daar even een nieuwe klasse van om een karklasse niet al te veel overhoop te halen. Maak er even een voorbeeld van. Voorbeeld, ook goed. Geweldig, ging geweldig Nederlands natuurlijk. Even toch een trucje laten zien. Ctrl R van refactor. In dit geval refactor rename. Als ik die twee E's nou netjes vervang door die twee O's vervang door die twee E's, zoals het zou horen in het Nederlands, dan zie je dat niet alleen deze klassennaam verandert, maar ook de faalnaam. De Java faalnaam. Dus dat is een handige truc om dat even te gebruiken. Laat ik hier even een hulpprogrammaatje maken. Ik heb een int a en een int b. Die definieer ik. Die geef ik vervolgens waardes. Is 3 en is 4. En dan kan ik natuurlijk ook nog een int c maken. Nou, ik kan 3 plus 4 bij elkaar tellen. Dus a plus b. Dat levert in Java levert dat een foutmelding op, want zo'n expressie, zo'n berekening, zeg maar, en daarmee te berekenen uit kan ik zo niet neerzetten. En even kijken, hij zegt wel, assign return value, dat valt toch mee, moet ik zeggen. Assign return value to new variable, en als ik daarop klik, dan komt er een naam van het type een naam te staan. Die mag ik zelf aanpassen, dat ding is nu helemaal geselecteerd, dus als ik iets anders typ, dan komt dat er in plaats van te staan. En het type is al bekend. Want Java weet dat op het moment dat ik een expressie bereken, dan weet hij al wat voor type dat zal zijn. Dus ik hoef daar eigenlijk niks voor te doen. Ik kan zo op deze manier mezelf wat typewerk sparen. Dat zal wel de reden zijn waarom ik nog steeds niet kan typen. En op die manier een variabele definiëren. Dit zijn allemaal primitieve types, zijn allemaal ints. Dus eigenlijk gebruik ik nu maar 1 primitief type. En de andere types zijn dus ook om de reference types. En een van die reference types die ken je al heel lang, en dat is string. En die string die gaan we nu ook gebruiken. En dan zet ik mijn string neer. String, en die geeft een naam, en die geeft ook een inhoud of een waarde. Zo'n string is geen primitief type. Zo'n string is een zogenaamde reference type. Dat betekent eigenlijk dat deze h, die h, is een variabele. Maar die variabele bevat niet de waarde hello, maar bevat een waarde, een reference, die wijst naar een plaats in het geheugen waar die letters H-E-L-L-O staan. Die wijst eigenlijk naar een character array die bevat hello en die 5 letters lang is. 5 letters lang is en die gebruikt wordt om die string inhoud op te slaan. Als we het toch over string hebben, gaan we daar eens ook even induiken. En dat kan vrij makkelijk. We kunnen simpelweg naar GoToSource gaan. En dan zie je hier dat ik in Java, vind ik zelf een hele fijne eigenschap van Java. Je kunt ook precies in de definities van alle klassen kijken die je als programmeur zult gaan gebruiken. En de stringklasse is wel een van de belangrijkste. En je ziet daar die navigator, die doet dan ook weer zijn best om alles te laten zien. En dan moet ik even kijken of ik hier even met deze knopjes makkelijk kan laten zien wat ik zou willen. Even kijken of ik mijn, ja, ik kan mijn members alleen laten zien. Hoppakee. Die vererving wil ik even niet zien. Ik wil wel mijn show non-public members. Ik wil wel mijn fields zien. En dan als ik een beetje mazzel heb,
staan ze bij elkaar. Ja, ze staan bij elkaar, maar niet op de plaats waar ik ze gehoopt had te zien. Je ziet dat die string een hele zwik constructors heeft, nog meer methodes heeft. En een hoop van die methodes die zijn public. Dat zijn die groene ronde bolletjes. Een aantal daarvan zijn package private. Dus andere klassen in dezelfde package kunnen daar simpelweg aan. En er zijn ook een aantal private methodes bij. Hier is een private methode. Wat een private methode is, is die methode kan alleen maar aangeroepen binnen de stringklasse zelf. En dat, wat dat dan precies voor consequenties heeft, daar gaan we nu nog niet al te veel op in. Misschien komen we nog een voorbeeld tegen, dat zullen we zien. Maar in ieder geval, de fields, die stonden bovenaan. Je ziet dat, dat zo'n stringklasse eigenlijk heel erg simpel is. Er staat één field heen dat coder heet. En wat dat ding betekent, ik heb geen idee. Maar de Java-doc, die zeg maar al, final bytecoder, die enter, daar staat de uitleg, ik ga er nu niet op in, want dat kost me te veel tijd. Daar staat een value, en dat is een array van bytes, zoals we zien. En je ziet dus dat zo'n string opgebouwd is, een array van bytes. En er is een hash. En die hash wordt berekend op basis van de inhoud van die bytes. En dat is wordt gebruikt om de hashcode te bepalen. Beter gezegd, om de hashcode op te slaan. Want een string, dat is een heel bijzonder eigenschap, een prettig eigenschap. Als je een string maakt in Java, kun je die niet meer modificeren. Het is niet de bedoeling dat je die string modificeert. En die stringklasse zelf staat het in principe ook niet toe. Je moet al gekke dingen doen om de inhoud van die string te wijzigen. Maar in de meeste gevallen wil je dat niet. En dat betekent ook dat als iemand de hashcode berekend heeft, en dat doet door de methode hashcode van die string aan te roepen, dat die hashcode die hashwaarde zal opslaan. En zodat een volgende opvrager van die hashcode niet nog een keer moet uitrekenen. We kunnen dat ook wel laten zien trouwens. Dan moet ik even die vererfde methodes laten zien. En dan moet ik naar alfabetisch is dan iets makkelijker zoeken. Dan hier naar de hashcode methode van de string. Je ziet hier dat de hashwaarde opgevraagd wordt. En als die hash gelijk is aan 0 en de lengte groter is dan 0, dan wordt die hash opnieuw berekend. En het zie je hier, die h wordt berekend en die hash wordt berekend en die h wordt teruggegeven. Je wordt dus getest of die hashwaarde al bekend is. En als dat niet zo is, dan wordt die berekend. Als het wel zo is, dan wordt simpelweg de bestaande reeds berekende waarde teruggegeven. Dat is weer een leuke excursie. Dit ding heb ik niet nodig. Een leuke excursie naar de buitenwereld. Een variabele van zo'n reference type, en er zijn er hier drie van, deze beestjes, de brand, de model en de color. Color is simpelweg een string in dit eenvoudige model. Dat zijn allemaal strings, dat zijn die reference types. En die bevatten dus niet de string, dus niet BMW of Opel of wat dan ook, of Astra of X1 of wat je zo wil hebben, ook niet roestbruin. Maar deze stringvariabele is een reference. En die reference wijst naar de feitelijke letters. Het array van letters dat we hebben. Oké. Even kijken wat ik zo nog meer moet zeggen. Ja, wat ook nog bijzonder is aan die reference types. Aan deze string in dit geval. Dat ze ook een bijzondere waarde kunnen hebben. Namelijk dat de reference dat er geen object gedefinieerd is. Of geen object bekend is dat gebruikt kan worden voor deze variabele. Dus stel dat je een auto wil hebben die geen kleur heeft. Dus fysiek is dat een beetje vreemd. Maar dat zou niet transparant zijn, zeer waarschijnlijk. Maar maakt even uit. Stel dat je dat zou willen. Je zou zeggen, ik wil dat aangeven dat die kleur nog niet gedefinieerd is. Het gebeurt wellicht pas als het chassis klaar is. Weet ik niet, dat kun je allebei voorstellen. Dan heeft zo'n referentievariabele heeft dan een bijzondere waarde. Dat is de nulwaarde. N-U-L-L, zo schrijf je het. Maar het is leuk om dat en duidelijk om dat uit te spreken als nil. Engelsen spreken sowieso vaak woorden uit een vreemde manier uit. En dat nil zul je vaker horen bij mensen die aan andere programmeertalen programmeren of in SQL. En nil is een duidelijker woord bij de uitspraak als nul. Want in Nederland betekent nul ook het cijfer nul. En in Engels hebben we dan zero, maar ook nil. Wij gebruiken hier zoveel mogelijk het woordje nil om aan te geven dat zo'n variabele niet gedefinieerd is.
Oké. Als we zo'n nulwaarde hebben, dan hebben we al een klein beetje een probleem te pakken. Want op het moment dat een referentiewaarde de waarde 0 heeft, dan kan ik die referentie niet gebruiken om een methode aan te roepen. Als ik dat wel probeer, dan krijg ik van Java een tik op de vingers of een klap om de oren, net hoe je het plastisch uitgedrukt wil hebben. Dat doet Java door een null pointer exception te gooien. Zo heet dat. Throw a null pointer exception. En het effect daarvan is niet alleen dat je die exception gaat zien in je output, maar ook dat je programma op die plaats waar die fout, waar die zonde gebezigd wordt, dat daar je programma afgebroken wordt. En wel onmiddellijk. Het programma gaat geen stap verder. Op het moment dat die null pointer optreedt, dan gaat dat mis. Dus als ik van deze color, als ik daar iets mee zou willen doen, als ik daar bijvoorbeeld de lengte zou willen opvragen voordat die gedefinieerd is, dan krijg ik zo'n null pointer exception. Misschien kan ik dat voordoen, maar ik ga dat aan een ander voorbeeldje, voordoen. En dat is een password checker. Dat is een programmaatje, dat stelt helemaal niks voor. Er zitten zo meteen twee methodes in. Dan gaan we zo weer een nieuwe pw-checker maken. En die pw-checker, dat is een klasse. En die krijgt een field. En even kijken. Ja, die krijgt één methode. Laat ik dat ding simpelweg één methode geven. En die heet check. En die geeft een boolean terug. Dat is de methode definitie. Maar een punt komma daarachter. Dat is een stomme gewoonte misschien. En wat die methode gaat doen, die gaat een wachtwoord meekrijgen. En dat doen we simpelweg door een string mee te geven. String pw. En die levert terug ja op wanneer die string gelijk is aan het wachtwoord. En nee op wanneer de string ongelijk is aan het wachtwoord. Dan kun je op verschillende manieren schrijven. In feite wat je doet is je gaat een van de methodes van string gebruiken. Om vast te stellen of dat wachtwoord een voorgeschreven waarde heeft. Het is een heel simpel programmaatje. Dit is natuurlijk nergens goed voor. Behalve om te demonstreren wat ik wilde uitleggen. En dat gaan we dan als volgt doen. We gaan een boolean teruggeven. En die boolean krijgt de waarde ja als het het goede wachtwoord is. En nee als het niet het goede wachtwoord is. Dan laten we even zeggen dat het goede wachtwoord secret is. Dus ik schrijf hier secret op. The secret. Dat is natuurlijk een wachtwoord van niks. Nou, kijk wat er gebeurt. Ja, dat gaat fijn. Als ik maar buiten die string ga staan, dan kan ik hier een return op toepassen. Dat is mijn wachtwoord. En ik ga dat wachtwoord gebruiken om die check uit te voeren. En ik ga dat doen door te zeggen, if the secret... Nee, ik ga het op de eerste maand eerst als volgt doen. Ik ga de equals methode gebruiken en ik ga dat ding vergelijken met the secret. En dan als dat zo als dat gelijk is, dan geef ik true terug. En anders dan geef ik false terug. Als het een beetje mee zit, dan heeft de IDE in de gaten dat je dit eigenlijk wat efficiënter kunt opschrijven. En dat kan ik weer in dat lampje zien. En hij zegt dat die if statement is redundant. Je doet hier een if true. Maar feitelijk, dit ding, deze methode aanroep, die levert zelf al een boolean af. En die boolean heeft ook nog eens een keer de goede waarde. Dus eerst opvragen of iets true is en vervolgens dan true teruggeven, dat kan veel sneller en veel goedkoper. En door simpelweg op het lampje te klikken, klikken, zie je dat er feitelijk van gemaakt wordt return pw equals the secret. Ja, de string pw methode aanroep equals met een andere string als waarde levert true of false op en dat is precies de uitkomst die ik wil hebben. Als ik deze methode aan ga roepen in mijn programma,
dat ik dat even hier maken, PSVM. En ik ga een checker maken, dus nieuw PW checker. Als het een beetje mee zit, dan gaat dat allemaal vanzelf. Dat ding ook weer aan de variabelen toekennen. En dan vervolgens met die PW checker wat gaan doen. Met name een check uitvoeren. En ik ga die check uitvoeren met een niet gedefinieerde string, met een nulwaarde. Dan zou ik nou mogen verwachten, dat is niet het goede wachtwoord. Hè? Nul is ongelijk aan de secret. Dus je zou verwachten dat de methode check hier de juiste uitkomst bij geeft. Laten we even kijken wat daar gebeurt. Ook hier weer komt een variabele te staan. En die wil ik laten we zien. Dus de uitkomst van deze berekening laten zien. Laat ik dit programmaatje laten lopen en kijken wat er gebeurt. En je ziet dat het duurt even, want dat ding moet gecompileerd worden en dit project moet nog ontdekt worden. Je ziet dat hier die al eerder genoemde nulpointer exception precies optreedt op de plaats waar ik hem eigenlijk ook verwacht. Althans, ik verwachtte hem al, jullie ook al. Jullie zaten natuurlijk gespannen te wachten op die nulpointer die nog maar eindelijk eens moet komen. Nou, hier heb je hem. In regeltje 11 treedt hij op en in deze, wat we stack trace noemen, staat ook nog een keer op welke plaats dat die checkmethode aangeroepen wordt. Namelijk op regeltje 17 in het programmaatje pwchecker. Dat is dus op deze regel, wordt die methode aangeroepen. En je ziet ook dat daarna niks meer komt. Hè? Die regel 18, die wordt niet meer uitgevoerd. Dus dat check is check, zie ik niet. Ja, dus het programma wordt op deze plaats waar die fout op, eigenlijk al op deze plaats waar die fout optreedt, afgebroken. En hij zegt dan in die stack trace nog wel, weliswaar nog door wie dat gedaan is. Main heeft pwchecker check aangeroepen en pwchecker zelf die roept dan van string de methode pw string.equals. En het vervelend is dat deze pw heeft nu de nulwaarde. Dan kun je op twee manieren kun je het probleem oplossen. Eén manier is vaak nuttig, maar wat meer werk. Ik geef er de voorkeur aan om het slimmer aan te pakken door de volgorde van de variabelen in deze methode aanroep, met name regeltje 11, om die om te draaien. Dus als ik in plaats van pw vooraan en de secret in als parameter meegeef, verwissel ik die dingen gewoon van plaats. Ik zet hier de secret neer. Het is een string. Die kent een equals methode. En ik ga die vergelijken met, niet met zichzelf, want dat komt natuurlijk altijd waar uit. Maar ik ga hem vergelijken met pw. En als ik op deze manier dit programmaatje, dus deze, beter gezegd deze methode schrijf, dan zul je zien dat het programmaatje zich gedraagt zoals ik het wil hebben. Dus vaak is het simpelweg het kiezen van welk object gebruik je om een methode aan te roepen en welk object of welke referentie geef je mee als parameter. En je ziet dus, door een slimme keuze te maken, kun je ervoor voorkomen dat je het verkeerde object gebruikt. En waardoor je die nulpointer pointer exception kunt vermijden. En als je zo'n volgorde van objectkeuze niet kunt maken, dan is het vaak verstandig om van tevoren te checken, te testen, of die pw ongelijk aan nul is. Dus die andere aanpak, laat ik die even gewoon maken. Niet naar te raden. Ik maak er een tweede versie van. En ik ga het zelfs drie keer maken. Ik ga de slimme maken. Dat wordt iets bovenste. Deze heet naïef. En ik laat deze niet naïef heten, maar extra werk. Nou, en dan maak ik eerst even de naïef methode weer correct. Dat wil zeggen, dat was wat we hadden. Dus naïef is simpelweg die parameter die ik binnenkrijg vergelijken met de secret. De extra werk, laat ik dat al even netjes schrijven, Pieter. Extra werk. Dat betekent dat ik wat extra testen ga uitvoeren. Dat kan ik als volgt doen. Even kijken. If pw
als PW een nilwaarde hoopt, nilwaarde heeft, return false. En anders dan gaan we het ding vergelijken met de secret. Deze is net zo robuust als wat we net gezien hebben, wat hierboven staat. Deze naïef die kan dus tegen een nullpointer exception aanlopen. Dat moet je dus niet doen. En om jezelf te beschermen tegen dat soort fratsen, kun je van tevoren testen. In veel gevallen, gelukkig, weet je dat die parameter die naar binnen komt ongelijk aan nul is. Dat is, hoort maar, zeg maar bij de afspraak. Als degene die jouw methode aanroept zich niet aan de afspraak houdt en vervolgens als deze methode aangeroepen wordt een nulpointer om de oren krijgt, dan is dat niet erg. Als deze methode met name de documentatie zou hebben, string moet ongelijk nul zijn, dan hoef je die test niet eens uit te voeren, dan kun je die nulpointer exception gewoon laten gebeuren, omdat degene die jouw methode aanroept, dan feitelijk schuld is van de situatie. Hij heeft zich niet aan afspraak gehouden, PW moet in ongelijk aan nul zijn. Dit kunnen we zelfs nog korter schrijven, die checkmethode. Dat ga ik ook doen. Ik hou van korte code, maar wel leesbaar. Want dat is, dat laatste moet je, dat is belangrijker als, daar moet nog een keyword voor. Ik hou van korte code, mits die leesbaar is. Belangrijk, leesbaarheid is belangrijker als kort. Soms is minder lezen natuurlijk vanzelf leesbaarder, maar in veel gevallen is het ook, is het van belang om met misschien wat meer tekst of misschien zelfs een extra stap de code leesbaar te maken, is dan denk ik belangrijker als korte zinnetjes proberen te schrijven die je dan heel veel moeite met heel veel mentale effort moet begrijpen wat staat daar nou precies. En dit is denk ik goed leesbaar is. Daar staat de streak equals password. Dat is wat mij betreft net zo goed leesbaar als een if en dan een else. Wat alleen maar meer tekst oplevert die ik moet lezen. En ik heb het al in eerlijke lessen gezegd. Leesbaarheid van code is misschien wel nog wel belangrijker als alle andere eigenschappen. Correctheid buiten gelaten. En dus correctheid komt natuurlijk op de eerste plaats. Maar bedenk dat veel programma's, en zeker serieus te nemen programma's in de professionele wereld, die worden niet alleen door jou geschreven en bijgewerkt, maar ook door anderen gelezen en bijgewerkt en geschreven. Dus het is van belang dat de code die je schrijft, dat die leesbaar is, dat die begrijpelijk is voor degene die dat gaat lezen. Dus deze eerste variant, die heeft de voorkeur. Die tweede variant, die kan op een nullpointer exception lopen. En die derde, doet dat niet. Want die doet van tevoren een test. En als er een nulwaarde binnenkomt, dan geeft hij false terug. Oké, dat is een aardige excursie om even nog wat te zeggen over nullpointer exceptions. Nullpointer exceptions ontstaan vaak, hier een voorbeeld auto, vaak doordat een variabele, een referentietype niet geïnitialiseerd wordt. En je ziet in deze auto dat hier één referentietype is die dat geen verplichte waarde heeft. En die wordt wel eens vaak vergeten om die ook te initialiseren. En als die een nulwaarde heeft en je gaat hem dan gebruiken, je gaat bijvoorbeeld vragen wat is de lengte van de kleurstring, dan kan dat een nullpointer exception opleveren. Oké, dan gaan we eens even op die details in die zo'n object in het geheugen heeft. En dat hebben we, ik denk dat ik nou allemaal elkaar gekliederd heb. Ik heb die, nee, daar gaat allemaal nergens over. Ik ga wellicht over een beetje een klein plaatje tekenen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het plaatje niet tekenen, ik ga jullie een plaatje laten zien. En dat plaatje laat ik je zien in een browser. En dat is dit plaatje. En dat plaatje ga ik uitleggen. Het plaatje tekenen is misschien, voor de les zou dat prettiger zijn, maar dan wordt het, met mijn tekenbord een beetje te klein, dus dat ga ik niet doen. We gaan het simpelweg aan de hand van dit plaatje met mijn uitleg doen. Ik begin aan de linkerzijde en ik begin hier met dat lichtblauwe kleurtje, die lichtblauwe hokjes. En dat is eigenlijk het model dat wij als programmeur hebben. En ik heb in dit blauwe hokje heb ik een klasse geschreven, een applicatieklasse. En die applicatieklasse is zoiets als die garage van les 4, waarin je auto's kunt parkeren. En ik heb in dit geval
er twee auto's in gezet en die heb ik maar simpelweg even opgeslagen. Geen acht geslagen op waar die dan precies staan. In de garage staan ze in de parking. In dit geval waar die precies staan doet er niet toe. Maar wat er feitelijk is, is dit blokje om die X1 dubbele punt car. Dat betekent in UML, want dit is een klein beetje een UML diagram, betekent het, dit is een car reference die wijst, en dat is deze reference, naar een echt stukje geheugen. En dit stukje wat overal groen in zit, dat is het geheugen. In Java noemen we dat geheugen waar al onze objecten landen, noemen we de heap. Het Engelse woord voor hoop. En hoop zegt niet, ja, klinkt wat minder fraai misschien, maar zegt eigenlijk dat het allemaal, dat de organisatie van dat geheugen, dat dat niet bekend is, niet bekend hoeft te zijn. Je kunt dat op elke willekeurige manier organiseren. En hoe dat geheugen georganiseerd wordt, en het wordt wel degelijk en heel precies georganiseerd, maar hoe dat precies gaat, dat is voor de gebruiker van de Java-taal is dat van geen belang. Daarom heet dat ding heap. Dus als ik op het moment als ik zo'n referentie volg, dan kom ik bij een stukje geheugen uit. En in dat stukje geheugen, daar zit het object. Daar zit dus een object van type auto, een BMW. En in Opel Astra, ik heb maar korte namen gekozen, minder plaatje wat minder groot. En je ziet dat ik in totaal drie referenties heb. Ik heb hier een referentie naar één auto, nog een keer referentie naar een auto. En hierboven heb ik nog maar even die referentie toegevoegd en dat is van die simple class. Die klasse zelf heeft ook een referentie. Ik heb het mezelf een beetje makkelijker gemaakt, want anders wordt het plaatje heel veel pijltjes. Je ziet ook dat ik hier twee strings gebruik in per auto, een string voor het merk en een string voor het model, en hier idem dito. Die strings zelf zitten natuurlijk niet in dat object, maar dat zijn zelf ook weer objecten. Dus die zitten ergens in dat groene gebeuren, zitten die dingen, of misschien zelf hier in dit grijze gebied, daar kom ik zo meteen op. En dat zijn dus feitelijk ook referenties. Dus dit ding, die string model, die wijst naar een stukje geheugen waarin de letters B en W staan. En dat stukje geheugen is een byte array. Maar die heb ik me even veroorloofd. Maar om te laten zien wat zo'n autoklasse nou precies is. Of beter gezegd wat auto's nou zijn in het Java model. Dit zijn de instanties van die klasse. En die instanties die weten zelf wat voor dingen dit zijn. Zo'n instantie in Java weet precies van welke klasse dat die is. En dat gebeurt doordat er weer een referentie is naar een klasseobject. En dat klasseobject, dat is het object dat ik gebruik als vorm, play-do-model, denk, vormpje, klei erin. Dat is het model dat ik gebruik om al die auto's te maken. En daarin is dus gedefinieerd dat een auto een model heeft, een merk heeft, een bouwjaar en misschien nog wat andere eigenschappen. En hier zit ook nog een extra dingetje in. Ga ik nu nog even niet vertellen. Wat van belang is, wat we net ook al gezien hebben in het voorbeeldje in de IDE, is dat zo'n car, die heeft ook nog een ouderklasse, een superklasse. Daar ligt een klasse boven. En dat heb ik ook in de code laten zien, daar zit een vehicle boven. Dus ik heb een vehicle en een vehicle heeft eigenschappen die gemeenschappelijk is tussen auto's en motorfietsen en fietsen en bussen en vrachtauto's, weet ik niet. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval zijn het allemaal vehicles. En wat ik voor superklasse ook heb, ik zal altijd, als ik naar boven loop, helemaal naar boven loop, zal ik uiteindelijk in Java bij object uitkomen. En object is dus de oerklasse in Java, zo zou je kunnen zeggen, van alle klassen. Net als in de Bijbel of in andere verhalen. Er een oerouder is die de oorsprong is van alle objecten die er bestaan. Alles dat bestaat. Dus het model wat gekozen wordt. Je ziet dus dat hier die car is daarmee ook een vehicle. En zo'n vehicle is zelf ook een object. Dat zijn ook een belangrijke eigenschap. Op het moment dat ik een object heb, een object van een bepaald type, een auto in dit geval, dan is dat niet alleen een auto, maar is ook een object. Dus de eigenschappen die een object heeft, zitten ook in die auto. Meer bepaald, met name de eigenschappen die ik graag wil gebruiken, zoals het representeren van zo'n auto als string, de toString methode, die is gedefinieerd daarboven, zodat ik ze op alle objecten kan aanroepen, maar die kan ik verfijnen. Ik kan die verfijnen door die methode te overschrijven.
En dat is het andere woord op een eerder blad gezien. Even terug naar mijn plaatje. Eens even kijken naar mijn sinus, naar mijn plaatje. Even teruggaan. Dit blad. Net hebben we overloading besproken, een tijdje terug. Nu gaan we het over overschrijven of overriding hebben. Dat wil zeggen methodes die hergedefinieerd kunnen worden. Dus weer terug naar mijn IDE, neem naar mijn plaatje. Het zijn dus methodes die overschreven kunnen worden omdat ze in een van de ouderklassen gedefinieerd zijn. Stel dat je een eigenschap hebt in vehicle, bijvoorbeeld start of move of wat dan ook. Dan kan die in deze klasse gedefinieerd zijn. En stel dat je die auto wil herdefiniëren, dan kun je dat doen door die te overschrijven in deze klasse. Zo ook met de toString methode. Vaak zul je hem in de onderste klasse willen herdefiniëren. Dus een nieuwe definitie geven van toString. En daarmee overschrijf je de toString methode die gedefinieerd is in een object. Als laatste, dit roze gedeelte, dat zijn toevallig is de kleur hetzelfde als het icoontje in NetBeans om aan te geven dat het methodes zijn. Dus dat, maar dat heeft er niks mee te maken, trouwens. Wat wilde ik zeggen? Ja, hier zijn dus de klasseobjecten opgeslagen. En als laatste is er nog een stuk geheugen waarin alle constanten opgeslagen worden. En nou let even op. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een klasse een methode deelt met andere klassen of een methode vaker gebruikt wordt. Die methodes die kunnen wellicht in een ander stukje geheugen staan. En ook de constanten die staan in een andere plaats in het geheugen als de normale objecten. Omdat die constanten, als ze eenmaal gedefinieerd zijn, niet meer plaats veranderen. En dat zal in veel gevallen betekent dat ook dat ze nooit opgeruimd hoeven te worden. Terwijl dat groene gedeelte hier, dat zijn objecten die wellicht komen en gaan. Komen is makkelijk, dat is nieuw, object maken. Maar gaan is eigenlijk niet gespecificeerd. Op het moment dat het geheugen vol gaat raken, als er veel objecten in het geheugen staan en je wil nieuwe objecten maken, dan zal Java beslissen om objecten die op dat moment niet meer bruikbaar zijn, niet meer gebruikt worden, zo moet ik het zeggen, die zal die opruimen. Niet meer bruikbaar wordt niet bepaald door de Java runtime zelf, maar door de programmeur bepaald. Als een programmeur een referentie niet meer gebruikt, dus niet meer naar een object wijst in het geheugen, dus zo'n blokje leeg ligt, er zit geen enkele referentie meer aan, dan zal Java dat op mogen ruimen. En op het moment dat erom gevraagd wordt, als er meer geheugen nodig is, zal die zo'n opruimactie gaan gebeuren. Even zien. Ik moet dat ding even terugschuiven naar deze kant. Dan zo. En dan zo. Dat plaatje met die, ik laat me even laten zien kort, hier onderin. Dit plaatje, dat zegt dus alles over de geheugenindeling van Java. Ik ga dat even terug op zijn plek schuiven. Want wat er aan het plaatje staat, dat kan ik ook laten zien aan de hand van deze klas. In deze klasse, dat is dezelfde klasse als we in de eerdere les gezien hebben, daar zitten een aantal constructors in. Ik zit op het verkeerde ding te wijzen, te klikken. Ik moet dat hier doen. En ik krijg het een beetje warm. Daar zetten we de airco aan. Daar zitten een aantal constructors in. En dat er meerdere constructors in, dat is misschien al nu op dit moment een beetje bijzonder. Maar zometeen zul je zien dat nogal meevalt. Dat dat niet, helemaal niet zo bijzonder is. Deze auto, ik heb die vijf fields gegeven. Een merk, een model, een bouwjaar, een serienummer en een kleur. En dat wisten we al. En ik kan al die fields kan ik definiëren in een constructor. Nou, dat zie je in deze constructor staan. Dit is een old field constructor. Dat wil zeggen, die geeft een waarde voor alle fields. En dat doet hij doordat je dat je strings en ints, dus de parameters, doorgeeft aan deze constructor. In de volgorde, die mag je eigenlijk zelf kiezen. Maar als je die laat genereren door de IDE, en je hebt gezien hoe dat kan, dan worden parameters naar die constructor gedefinieerd in dezelfde volgorde als dat gebeurt in de field definitie. Dus precies deze volgorde.
En dit is de meest gebruikelijke constructor, dus de constructor die alle velden definieert. Maar we hebben gezien dat hier vier fields zijn die zijn final. En de vijfde, de kleur, die is niet final. Dus als je een auto hebt, dan kun je hem een andere kleur geven. En ik heb ervoor gekozen, als grapje misschien, om de standaardkleur van die auto om roesbruin te laten zijn. Dat is immers de kleur die auto's krijgen als je ze niet verft. En dat is gebeurd in deze tweede constructor. Dan zie je dat, zul je zien dat deze tweede constructor een beetje vreemd uitziet. En ik zal het een beetje accentueren. Die tweede constructor bevat niks anders dan een regel waarin staat this. This met de aandacht aan een rond haakje. En dat is een hele bijzondere regel. Of het lijkt op een methode aanroep. En syntactisch gezien is dat ook een methode aanroep. Maar wat er staat is, je doet een aanroep van een andere constructor die gedefinieerd is in deze klasse. En die andere constructor die heeft precies deze lijst van parameters. Dus die andere constructor, de naam van die constructor is bekend, want dat is simpelweg de naam van de klasse. De naam van de constructor is bekend. Nu wordt die gezocht op basis van de parameterlijst. En niet zozeer op basis van de waardes die in die parameterlijst staan, maar van de types. Een string, een int, een long en een string. En die bestaat, die constructor. Die staat hierboven. Die hoeft er niet boven te staan. Die mag er ook onder staan. In dit geval staat hij daarboven. En Java kan dan zien, ik heb een string, een int, een long en een string nodig. Oh, dat staat hier, dus ik ga die gebruiken. Dan wordt feitelijk deze methode aangeroepen. En wat ik nou gedaan heb, is in deze tweede aanroep heb ik de kleur niet gedefinieerd. Ik heb alle final fields gedefinieerd. En ik zou die simpelweg kunnen opslaan op dezelfde manier als hier gebeurt. En vervolgens de kleur laten worden wat het is. En als ik die niet definieer, is dat die weer die nulwaarde die we eerder gezien hebben. Maar nu geef ik expliciet de parameter roestbruin mee in deze methode aanroep. En dat betekent dat ik in deze constructor aanroep. En deze constructor zelf heeft maar vier parameters. 1, 2, 3, 4. Die heeft er 5. En je ziet dat een aantal parameters zo lang, en dan wordt een beetje zo kijken naar die kant. Zo lang, en daarna zo lang, en daarna zo lang, en daarna zo lang. Het lijkt een beetje op een telescoop. Ja, dan kun je in en uitschuiven. Dat noemt men ook wel een telescoping constructor call. Er zit nog een derde constructor in. Laat ik even dat editen terugzetten. Dan wordt anders wel een beetje lang allemaal. Hier zit nog een derde constructor call, en dan zit hier dat je 1, 2, 3, 4, dat ik hier eigenlijk maar 2 parameters meegeeft, die ik als parameter meekrijg. Dus deze telescoop is 2 segmenten lang. En de andere parameters, met name het jaar, dat bereken ik door aan de datumsysteem van Java te vragen van wat is het van jaar vandaag. En dat gaat met deze constructie. En ik maak een serienummer met behulp van een methode die count heet. Dan ga ik zo meteen uitleggen wat dat precies doet, maar ik ga het eerst even nog terug naar deze constructor. Je ziet dat ik hier merk en model meegeef, bouwjaar bepaal op nu en het serienummer bepaal op basis van een getal. En dat is dus in dit geval is een constructor van maar 2 parameters en ik gebruik een constructor van 4 parameters en dat is die erboven staat en deze gebruikt een constructor van 5 parameters. Dus uiteindelijk wordt deze constructor aangeroepen. Dus jullie afvragen waarom doe je dat allemaal? Nou, de veiligheid zorgt ervoor dat je in één constructor precies alle fields afdwingt en definieert. En je kunt dus hier eventueel nog nabewerkingen doen. Stel dat er een berekening gemaakt moet worden op basis van waardes die je met de constructor meegeeft. Dan kun je dat in die ene constructor doen. En al die andere constructors kunnen dan ervan op vertrouwen dat die bijzondere berekeningen gemaakt worden in die ene constructor die al dat werk definieert. En dat is ook weer een stukje van hergebruik. Op het moment dat je dat doet, en dat gaan we zo meteen ook nog een keer zien, op het moment dat je dat doet, dan kan dat werk in die ene constructor gebeuren. En die kan dan vervolgens door andere constructors gebruikt worden om hun eigen werk makkelijker te maken en het voor de gebruiker van de klasse mogelijk te maken om meerdere constructors te hebben. Je kunt dus met deze car-klasse kun je auto's maken met een merk en een type en dan wordt automatisch een bouwjaar bijgezet, wat een bouwjaar van het moment van motor aanroep is. Ja, van methode aanroep is en de count wordt bepaald op basis van een serienummertje of een getalletje wat oploopt. Ik weet niet of je gezien hebt, maar deze, dit kan ik maar groter maken, groter is de andere kant uit. Deze count
dat die staat scheef geschreven. Dat zijn scheef, dat zijn italic letters. Die letters die staan een beetje scheef. En dat is de manier van, waarbij je deze IDE aangeeft dat het een statische methode is. Ik bedenk nu dat ik dat ook nog op een andere manier kan laten weergeven. Maar ga ik nu niet doen, want dit is simpelweg de standaardinstelling. Dus ik laat het gewoon even voor wat het was. Misschien laat ik dat nog een andere keer zien. Dus aan die scheve letters kan ik hier al zien dat het een statische methode zit en is. En die statische methode is hier gedefinieerd. En wat die statische methode precies doet, is het volgende. Je maakt gebruik van een tellertje, een count. Ik had die misschien ook serienummer kunnen noemen. Dat ga ik sowieso meteen even doen. Een count. En op het moment dat ik deze methode aanroep, dan wordt die count met 1 verhoogd. En dus opnieuw opgeslagen. Dus dit ding wordt van 0 op 1 in de eerste aanroep. En vervolgens geef ik die waarde mee terug. Dus die wordt met eentje verhoogd en dat resultaat geef ik terug naar de aanroeper. Dus de eerste auto krijgt serie nummer 1, de tweede 2 enzovoort enzovoort. Ik laat het paar dingen even voor wat het is. Want anders maak ik misschien meer kapot als nodig. Er zitten een aantal setters in en getters. Get brand, get whatever. Get brand, get. Een paar getters in. Er is maar één getter setter hier. Voor de illustraties, dat is er ook meer als zat. Daar staat ook een setter in. Ik kan er dus nadat ik een auto gemaakt, kan ik alsnog die kleur wijzigen. Dat wil zeggen, ik kan die referentie van de huidige kleur overschrijven met een nieuwe referentie van die nieuwe kleur. Dus dit is die nieuwe kleur. En laat ik dat maar even veranderen. Dat is misschien nog een betere naam van deze parameter. Dat is de nieuwe kleur. En je ziet dat op het moment dat ik zo'n naam van zo'n parameter wijzig, wordt onmiddellijk duidelijk wat het effect is. Of misschien duidelijker. En dat is altijd fijn. Leesbaarheid, code, heel belangrijk. En in de laatste methode die we hier zien, dan zien we die toString methode. En hier zien we dat bijzondere ding hier staan. Hier staat niet override met een W, maar override. En soms worden die woorden door elkaar gebruikt. Override, dat betekent herdefiniëren. Of overschrijven, zeggen we in het Nederlands ook wel eens. En daarom zeg ik wellicht ook override. Maar een overridden methode, dus waar een override tekentje boven staat, dat noemen we een annotatie. Dus waar zo'n override annotatie boven staat, dat betekent dat deze methode gedefinieerd is in een andere klasse. In een van de superklassen van deze car. Van deze car-klasse. Ik kan ook zien waar, als ik naar dit groene ding wijs, dan zie je waardoor die klasse, die toString-methode gedefinieerd is. En welke toString-methode ik overschrijf. Je ziet dus dat die overrides, zelfs als ik dit tekentje er niet voor zet, dan blijft dat groene ding daar staan. Ja. En je zegt dan welke toestringmethode overschreven wordt. Maar dat tekentje, die annotatie toevoegen, is een goede zaak. Want daarmee help je de compiler om voor jou te controleren of je inderdaad een override hebt toegepast. Of je inderdaad een methode overschreven hebt. Per ongeluk een methode dezelfde naam gegeven hebt, maar misschien een afwijkende naam. En als die methode niet bestaat in een van de ouderklassen, dan zal de compiler zeggen, hey, dit is geen override, dus dan moet iets anders worden. Of je moet die override weghalen of echt overschrijven. Een van de twee mogelijkheden is er dan. En als ik dat ding weghaal, laat ik het nog even doen, dan zie je dat hier een lampje komt te staan, een pijltje. Dat pijltje betekent dat er meerdere opmerkingen zijn. Hier staat multiple annotations, dat zou eigenlijk meerdere remarks moeten zijn, maar maakt niet uit. Als ik daarop klik, dan kan ik de ene zien en dan nog een keer klik, dan zal ik de andere zien. En die andere, dat is het gele lampje en die heeft weer een tip. Voeg de override notatie toe. Nu heb ik er natuurlijk 2. Dan kan ik de eerste weghalen. Oeps. En dat is dus van belang. Laten we even kijken dat we dat ook kunnen beïnvloeden. We weten dat die auto intussen een van vehicle erft. En we kunnen hier natuurlijk die toString methode ook maken. Alt insert toString. Hoppakee. Laten we maar gewoon het standaard werk laten doen. En ik ga wel even terug naar mijn auto. En ik wijs dan maar weer naar mijn override annotatie. Dan zie je dat die override niet van toepassing is op object.toString, maar in dit geval op reftypes toestring. Dat kun je in dat blauwe hokje kun je dat lezen. Ja? Oké, daarmee hebben we
Weer wat verteld, nog een keer verteld over wat toestring is, waar die gedefinieerd is in object als eerste. Kunnen we hem in een lagere klasse definiëren over schrijven, over rijden. Of in een nog lagere klasse. En uiteindelijk, en dat is een belangrijke eigenschap, de laagste klasse of de feitelijke klasse die de override doet, die bepaalt hoe de methode werkt. Dus als ik een object heb, een instantie heb, die zelf weet tot welke klasse die behoort, en dat denk even aan dat plaatje wat we eerder gezien hebben, ik schrijf het plaatje nog even in beeld, het plaatje wat we hier hebben, dat object weet zelf tot welke klasse die behoort en weet dus ook welke methode van toepassing is. En als ik zo'n auto heb, dan zal die hier proberen die toestringmethode te vinden. Als die er niet is, dan gaat hij kijken in de bovenliggende klasse of dan toestringen is. Als hij daar eentje vindt, dan zal hij die gebruiken. En als hij die niet vindt, dan zal hij die van toestring gebruiken. Ik zal dat ook nog even demonstreren. Dat is wel aardig, denk ik. Laat ik deze toestringmethode simpelweg weggooien. Dat wil zeggen, ik maak er commentaar van. Weggooien, ik ben niet zo van weggooien. De hele zolder vol liggen. Want dat heeft een reden natuurlijk. En laat ik even kijken, dit autootje ergens in gebruiken in een programmaatje. Ik heb nog geen programmaatje waar ik dat doe. Laat ik maar even een programmaatje maken. Waarin dat, weet je wat, ik ga de garage erbij halen. Die garage hebben we immers nog. Die hebben we in deel 4 liggen. En dan zeggen we source main Java cars. En daar zit een garage in. Ja. Nou, die ga ik kopiëren. Examples source main Java ref types. En dat doen we ook met application. En dan krijg ik zo meteen wat fouten, maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik eigenlijk wel fijn, moet ik zeggen, want daar kan ik een klein beetje nog uitleggen over andere details waar je wellicht aan tegenaan loopt. Hè. Dus ik vind het als docent vervelend wanneer ik fouten maak die niet bedoeld zijn, maar ik vind het prettig als ik fouten maak waarvan ik bijna zeker weet dat de studenten er ook wel eens tegenaan lopen. En dan is het maar alleen maar fijn wanneer je dat al eens een keer gezien hebt, wat het betekent, hoe die fout ontstaat en wat je eraan kunt doen. En in dit geval is het heel eenvoudig. Week 4, part 4, daar waren de auto's gedefinieerd in een package. Dit is een package. In een package dat met de naam cars. En nu staan die twee klassen niet meer in die cars package, maar die staan in de ref types package. En ja, waarom ik dit nu ref types genoemd heb, weet ik niet. Geen idee, maakt niet uit. Maar in ieder geval vindt Java het niet goed. En je kunt er twee dingen aan doen. Je kunt vervolgens voor zorgen dat die auto in de juiste folder terechtkomt en de juiste package terechtkomt. Of je kunt de package declaration aanpassen zodanig dat de klasse wel past bij zijn package. En nog wat van die dingen. Ik weet niet wat het verschil tussen die twee dingen is. Vind ik ook niet zo spannend. De oplossing in dit geval is de tweede. Want deze file heb ik in de RefTypes package gezet. En dan is het wel zo handig dat die ook de package declaratie RefTypes maakt. Als ik dat opsla, dan zie je dat dit goed gaat. En hetzelfde grapje geldt natuurlijk voor die garage. Die moet ook in de RefTypes staan. En daarmee heb ik het probleem hopelijk opgelost. Niet helemaal. Je ziet dat ik hier nog een... dat hebben we de vorige week trouwens ook gezien. Je ziet dat ik hier nog een methode moet hebben die niet gedefinieerd is. En die methode die kan ik laten maken. Ik kan hem natuurlijk intypen. Maar ik kan hem ook simpelweg laten maken door de IDE. Laat ik eens kijken wat er gebeurt. Nu lijkt er niks te gebeuren. Maar dat heeft te maken met het feit dat die car weliswaar gewijzigd is, maar niet opgeslagen is. Als ik op dit knopje druk, save all. Dus als het goed is, moet dan dit foutje ook weggaan. En ik ga nu vervolgens kijken. Control, klik. Ga nu kijken of deze methode het goede doet. En nee, jammer dan. En die methode heeft wel weliswaar de goede signatuur. Dat wil zeggen een naam en een lege parameterlijst. En hij geeft een int terug. Dus dat is even opletten. Naam en parameterlijst is samen de signatuur. En de return type wordt daar niet bij. Maar dit ding moet natuurlijk iets zinvols doen. En in dit geval moet hij iets teruggeven. This punt build hier. Dat wil ik teruggeven. En daar zit een return ervoor. En dan gooi je vervolgens deze foutmelding.
gooi je weg. En ik zet ook even mijn toestring weer terug. Nee, ik zet mijn toestring niet terug, want de reden van het hele verhaal was juist het weghalen van die toestring. Als ik nou vervolgens die applicatie laat draaien, met deze weggenomen toestring, dan zie je dat er allemaal vehicles in staan. Vehicle en dan vehicle type. En het vehicle type zelf is ook nog eens een keer allemaal nul. Een beetje storen natuurlijk. En wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik daarvan zeggen? Dat heeft te maken met het feit dat die vehicle nog helemaal niks voorstelt qua functionaliteit. Maar het enige wat ik wilde laten zien aan de hand van dit voorbeeld, dat als ik dit nou weer herstel, dat wil zeggen deze toestringmethode weer actief maak, dan kan ik, dan heb ik weer een werkende toestringmethode. En dan zie je dat het onderscheid weer gemaakt was zoals eerder. Dat ik wel netjes zie dat het te merken heb een BMW of VW of Ford is. En dat een type, een weet ik wat allemaal model is. Enzovoort enzovoort, wat we ook in eerdere lessen al gezien hebben. Eens even kijken. Wat wil ik nog zeggen? Dat heb ik verteld over this reference. Een methode kan opnieuw geschreven worden en overridden worden. Dat kan ik simpelweg doen door dezelfde naam en dezelfde signatuur te gebruiken. Dat is wel dezelfde naam en dezelfde parameterlijst. En als dat ding eerder gedefinieerd is, dan komt er zo'n groen dingetje voor. En het is een goede gewoonte om dat override voor boven te zetten. Als je zelf een methode laat overschrijven, dat kan ik ook nog even laten zien. Je kunt ook een andere methode laten overschrijven. Dat gaat hier heel makkelijk mee. Je kunt een methode overschrijven en dan wordt vervolgens aangegeven welke methodes je potentieel kunt overschrijven. Bijvoorbeeld getVehicleType, dat is er eentje. En je kunt ook setVehicleType doen. Stel dat je een auto het vehicletype wil veranderen. Je wil er van een auto weer een hot rod van maken. Zo'n race ding. Eigenlijk een auto van de sloop, maar die dan vooral onder andere dingen gebruikt wordt. Dat is de eerste kandidaat, dus dat is de eerste bovenliggende klasse. Maar je kunt ook methodes overschrijven die in een object gedefinieerd zijn. Bijvoorbeeld de equals methode of de hashcode methode. Ik ben me even afvragen of ik dat nu al ga doen. Ja, laat maar even doen. Deze en deze. Ja, eens kijken wat er gebeurt. Je ziet dat de implementatie daarvan nogal lui is. Want deze equals methode en deze hash methode zeggen, ja, ik weet van niks, weet je wat, papa weet het, dus laat ik de supermethode aanroepen en dat mag. Je kunt ook de al reeds gedefinieerde methode hergebruiken door hem simpelweg aan te roepen. En dat doe je dan, en dat is hier ook weer apart, door die super aan te roepen. Dus je kunt ook methodes overschrijden aan automatisch. En dat is de reden waarom ik dit juist voorgedaan heb. Wat hebben we hier nou weer staan? Even kijken. Multiple annotation, waarom zijn er twee annotations? Ja, dus daar staan al een opmerking aan. Die ga ik nu even niet al te veel over vertellen. Ik heb nu eigenlijk de slechtste voorbeelden gekozen. Oké, ik moet even zorgen dat ik op de goede plaats naar mijn tekst kom. Hashcode en equals, dat zijn twee bijzondere, heel bijzondere methodes. En daar komen we of deze week of de volgende week nog een keer op terug. Als dat deze week is, dan zo meteen. En als de volgende week. Die hashcode en equals, die staan hier apart. En dat heeft een reden. Want als we op deze manier die hashcode en equals genereren, dan wordt gevraagd, wat wil je dan allemaal meenemen als we een vergelijking maken? Dus als je een auto's met elkaar wil vergelijken, wil je bijvoorbeeld aangeven dat het model moet hetzelfde zijn, het merk moet hetzelfde zijn, het bouwjaar moet hetzelfde zijn, de serienummer moet hetzelfde zijn en de kleur moet hetzelfde zijn. De programmeur heeft zelf de keuze. Hij mag zelf kiezen welke elementen dat hij mee wil nemen. Het zou best bij wijze van spreken zo kunnen zijn, en dat is in sommige gevallen is dat van belang. En met name als je met databases werkt, zul je merken dat dat van belang is. Dan zou je bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om het serienummer te gebruiken. Een serienummer is zoiets als een primary key in Autoland. Hè. Die bepaalt, met behulp van een serienummer kun je al de andere eigenschappen van de auto opzoeken. Ja, dat is niet helemaal waar, want het serienummer is specifiek per merk. Dus je moet minstens merk en serienummer opnemen. En het zou ook nog kunnen zijn dat je model en serienummer moet opnemen. Maar het bouwjaar zou daar geen betrekking op moeten hebben. Evengoed,
Je krijgt de keuzemogelijkheid om sommige veldjes mee te nemen in de ECOTS-methode en andere veldjes meenemen in de hashcode-methode. Daar moet je heel erg mee oppassen. Waarom precies ga ik dus nu niet uitleggen, maar ga wel laten zien dat je ze allemaal aan of uit kunt zetten. En ik kies ervoor om ze allemaal aan te zetten, zodat er een hashcode-methode gemaakt wordt die gebruikt al de velden om een getal te berekenen dat gebruikt wordt om opzoeken makkelijk mogelijk te maken. En een tweede methode die heet equals. En die equals methode die gaat in dit geval, omdat ik alle velden gekozen heb, al die velden af en te kijken dat als twee objecten met elkaar vergeleken worden, wordt eerst gekeken of die objecten van het juiste type zijn, van hetzelfde type zijn in dit geval van de klasse van dit object. En als dat ongelijk is, als het een ander type is, als het geen auto is, dan jammer, dan is het niet gelijk. Dus op deze manier wordt die hele lijst afgewerkt. En hier staat altijd iets vreemds. Aan het einde staat dat dit laatste stukje sneller geschreven kan worden, korter geschreven kan worden. Hebben we al eerder gezien. Daar maak ik nu maar even gebruik van, want dat lampje dat stoort me anders maar. Ik wil eigenlijk helemaal geen lampjes zien. En die lampjes, als ik ze zie, dan ga ik er altijd even naar kijken. Ben ik nieuwsgierig, wat is daar nou weer aan de hand? Even goed. Op die manier heb ik die equals-methode gemaakt en die hashcode-methode gemaakt. En je ziet ook weer dat dat overschrijvende methodes zijn. In dit geval van object en hashcode. En ik zou ze ook kunnen tussen definiëren in vehicle. Ga ik niet doen, maar ik denk dat het idee duidelijk is. Over de constructors heb ik al het nodige gezegd. Zie ik hier nog een keer staan. En ik wil het een en ander afsluiten met een hele nieuwe klasse. En die klasse stop ik even voor het gemak in een andere package. Maar ik ga ik ga de aanzet maken, dus het eerste stukje van een andere klasse. En dat is een breuk. In het Engels noemen we dat een fraction. En je zult merken dat als ik code schrijf, dat ik de voorkeur aan geef om de code en de documentatie bij die code. En ook liefst ook de namen bij die methodes, dat ik die allemaal zoveel mogelijk in het Engels doe. Om de simpele reden dat ik hier bij andere klassen ook kan hergebruiken. En dat mijn collega's die code kunnen hergebruiken. Maar ook bij programmeertalen waarvan de meeste kenwoorden in het Engels of een Engelstalige achtige taal gedefinieerd zijn. Maakt het spul allemaal wat mij betreft leesbaarder wanneer je de zinnen leest en je niet halverwege moet wisselen van taal. En dat past allemaal niet zo mooi bij elkaar. Maar dat is afhankelijk van de opdracht die je krijgt. Even goed, ik ga mijn nieuwe package maken. Package maken doe je ook weer hier met new. Een package maken en dat noem ik fraction. Want daar gaat mijn fraction in wonen. En in die fraction package ga ik een fraction klasse maken. En dat gaat dan met een hoofdletter. Dat is de conventie in Java. Alle reference types beginnen met een hoofdletter. Daardoor kun je onmiddellijk zien of een type een reference type is. Dat is de enige reden, een hele platvloerse reden, maar wel een heel belangrijke reden. Denk aan de leesbaarheid, doordat je in een type een hoofdletter aan het begin ziet staan, een beetje onmiddellijk. Ah, dit is een type. Dit is een ref type en geen primitief type of wat dan ook. En dit is ook geen variabele naam, maar een type enzovoort. Even goed, wat is een fraction? Een fraction is een getal, is een breuk. Een breuk is een teller en een noemer. In het Engels heet die teller numerator. En de noemer heet denominator. Ik raak altijd in de war, maar de boven- en onderkant. Ik ga dat ook even simpelweg hier neerzetten. Ik piets het simpelweg van het stukje tekst wat ik voorbereid heb. Hoops. En ik moet dan wel op de goede plek klikken, anders dan werkt het niet. Je ziet dat ik twee velden gedefinieerd heb. En die fraction die heeft een bijzondere eigenschap dat als je er eentje gemaakt hebt, kun je hem niet meer wijzigen. En dat is ook heel gebruikelijk, want zo'n fraction is een waarde. En zo'n waarde kun je niet veranderen, die kun je hooguit vervangen. Dat is heel belangrijk om te bedenken. Als ik een stukje geheugen heb en er zit iets in, dan kan ik dat niet veranderen. En dan kan ik alleen maar vervangen door iets anders. Alle berekening die de computer doet, of dat over een byte is of een bit, die zal dat altijd doen door iets te lezen, die waarde in de registers van de processor aan te passen, of een nieuwe waarde te berekenen en dan de oorspronkelijke waarde te vervangen door het resultaat van de berekening. Dus het schrijven en het berekenen, het breken van de waarde en het schrijven naar de variabele is altijd het vervangen van de oorspronkelijke waarde met een nieuwe waarde. Die value die gaat niet veranderen. En dat gaan we hier ook doen.
in deze fraction, als ik die eenmaal gemaakt heb, wil ik de fraction waarde, dat wil zeggen teller en noemer, niet meer veranderen. En ik maak deze een hele simpele fraction, ga daar geen normalisatie in toepassen. Ik ga dus niet per groots gemene deler toepassen op teller en noemer. Dat laat ik allemaal voor een andere, een echte opgave. Komt wellicht in deze lescyclus nog voor, of anders in Java 2. En doordat ik wil dat die teller en noemer niet meer kunnen wijzigen, heb ik daarvoor gezet final. En dat betekent ook voor Java dat die twee fields, dat die gedefinieerd moeten worden, gezet moeten worden in de constructor. Dat is makkelijk zat. Want ik doe een alt insert en dan vervolgens constructor aanroep. En die zal al die twee velden al voorgedefinieerd hebben. En ik klik op die generic knop en op dat moment zie je dat het probleem al opgelost is. Kwestie van stijl. Ik neig er tegenwoordig naar om die enumerator, denominator, die namen te vervangen door andere waarden. Sorry, door andere namen. En diezelfde andere namen ook te gebruiken in de constructor. En dan moet ik het wel goed omdoen. En dan kan ik mezelf dit sparen. Dit stukje kan ik dan weghalen. En dat verandert de leesbaarheid een beetje. Ja. Het is een kwestie van smaak of je enumerator en denominator of enumerator en met dist ervoor wil schrijven, dat is een kwestie van smaak. Maar in ieder geval, wat er gebeurt is precies hetzelfde. Wat is de signatuur van deze constructor? Dit is een constructor. Dat kunnen we zien aan het feit dat de naam hier hetzelfde is en er staat geen return type. Ook geen void. De signatuur van deze constructor is dit stukje. Dit is de constructor die aangeroepen wordt met twee ints. Nou, de makkelijkste berekening die met een breuk gemaakt kan worden, dat is de vermenigvuldiging. En dat weten jullie allemaal wel. En die zou je multiply by kunnen noemen, of times, maal in het Engels. Laat ik de laatste kiezen. En als ik een breuk met een andere breuk vermenigvuldig, dan kan dat een methode zijn. De parameter na die methode is een fraction. En het return type van die methode is ook een fraction. En dat ga ik maken. Dus ik heb een methode, die levert een fraction op. De methode heet times. Dan gaat een andere fraction naar binnen. En ik noem die klassiek, noem ik dat altijd other. Want het object waar ik op dit moment in werk noemen we this. En dan is wat mij betreft een logische naam is other. Sommige mensen schrijven that. En dan wel goed natuurlijk. That mag ook. Ik heb de gewoonte om daar other van te maken. Of soms afgekort dat ook. Je ziet dat Java of de IDE zegt van ho, deze methode die eindigt hier met een accolade en je geeft niks terug. Je moet wel een return statement toevoegen. Nou, dat moet ik inderdaad doen. En als je nou even nadenkt in de wiskunde, twee breuken met elkaar vermenigvuldigen. Daar maak ik even een hulpprogrammetje voor. Ik laat dit even voor wat het is. Nee, ik ga even dit uitzetten. Ik ga even het hulpprogrammetje schrijven. VSCM, dat stop ik hier wel in. Fraction 1/3 is new fraction. Yep, wel goed schrijven, Pieter. 1,3 parameters gescheiden door comma's. Nog een keer. Niet 1, maar on. En 1/2. 1 second zeg je niet, maar je zegt 1/2 in het Engels. Dat is een half. En als ik die twee met elkaar ga vermenigvuldigen, dat is 1/3. Punt times 1/2. Dan zal Java dan wel zeggen, of de idee van hoops, die spelfout na natuurlijk, zal die daar vinden, nou dat gaat niet, dat gaat niet werken, de methode is er niet, dus wil je die alsjeblieft definiëren. Dat kan ik heel makkelijk doen daarop te klikken, maar
Denk eraan, dit is een invuloefening. Hè? Je moet deze exception, dat vergooien van die exception, moet je vervangen door het feitelijke werk. En dat gaan we nu doen. We gaan nu die fraction berekenen. Nou, die fraction, die maak ik van enerzijds de fields van deze fraction en anderzijds de field van de andere fraction. En ik vind deze naam overigens niet zo fijn. Zo, en dan kunnen we dit ding hierboven weggooien, want we zijn intussen die methode al aan het maken. Dat kunnen we doen en dan vervolgens van de wiskunde weten we, vermenigvuldiging is de makkelijkste operatie van een breuk. Dat is tellers met elkaar vermenigvuldigen en noemers met elkaar vermenigvuldigen. En daarvan vervolgens een nieuwe breuk te maken. Ja, want ik krijg dan de teller, een nieuwe teller en een nieuwe noemer. En die twee delen samen kan ik dan gebruiken om een nieuwe fraction van te maken. Laat ik dat even een aantal stappen doen. Om ook te laten zien hoe je de code dan, nadat je die vele stappen gemaakt hebt, toch kunt verkorten. Wat de leesbaarheid in sommige gevallen ten goede kan komen. En in dit geval is dat denk ik ook zo. En dat rest dan zie je dan wel. Dus ik laat een nieuwe teller maken. Nieuw numerator. Numerator. Is gelijk aan this.numerator. Huppakee. Times other.numerator. Huppakee. Ja. En dat kan ik ook voor de teller doen. Voor de noemer doen. Int new denominator. Denominator. Is gelijk aan this punt. Op this punt. Denominator maal other. Punt. Kijk, die denominator heeft al in de gaten dat daar ook een int of iets bij moet waar ik mee kan vermenigvuldigen. Ik heb een vermenigvuldigingsoperatie gedaan. En vervolgens maak ik daar een nieuwe fraction van. En die geef ik terug. Fraction. Dus je hebt gezien dat ik hier weliswaar een 1/3 gedaan heb, maar omdat ik hier dit gedaan heb zonder dat ik erbij gezegd heb dat die methode een fraction moet teruggeven, heeft de IDE daarvan gemaakt void. Maar dat wil ik niet. Ik wil hier een fraction terugkrijgen. Ik wil een echte nieuwe fraction terugkrijgen. Ik wil dus die oorspronkelijke this en ook die oorspronkelijke other niet wijzigen. Ik wil dat er een nieuwe fraction uitkomt. En fraction return, new fraction. En dan geven we die mee de new numerator. En de new denominator. En daarmee is het verhaaltje af. Daarmee heb ik een breuk gemaakt die vermenigvuldigd kan worden met een andere breuk. En als resultaat een nieuwe breuk oplevert. Dan zul je misschien afvragen, of je al zover bent, waarom wijzig je nou niet die numerator en denominator, ben je toch ook klaar? Nou, dat heeft een belangrijk nadeel. Want stel dat ik jou zo'n fraction meegeef. En vervolgens een andere fraction wil maken waarbij ik de oorspronkelijke fraction gebruik. Als ik die velden van die fraction wijzig, dan zou ik die fraction die ik aan jou meegegeven heb aanpassen. Die zou dan veranderen, zonder dat ik het tegen jou vertel. Eigenlijk is dat een beetje voetelen, hè? Want die fraction, ik heb je beloofd dat ik je een half meegeef en uiteindelijk blijkt het een zesde te zijn na die berekening. Dat wil je dus niet. En in computertechniek is dat precies zo. En je moet bedenken dat een moderne computer, zelfs de mobiele telefoon die je hebt, maar ook zeker de processor die in je pc zit, die heeft meerdere cores tegelijkertijd. Het zijn allemaal processors die werken in mogelijk samen op hetzelfde programma. Al die cores die kunnen samenwerken om dat Java-programma te laten werken. Stel nu dat een van die cores een fraction heeft en je zou die fraction wijzigen. Die fraction die zit in die core, die wordt gekopieerd. Maar op het moment dat je die fraction aanpast, dan heeft die andere core heeft een verkeerde kopie. En dat is natuurlijk heel vervelend. Daar kun je wel voor helpen, maar dan moeten die twee cores met elkaar gaan uitwisselen. Oh, luister eens even, je hebt een waarde gekregen daar en die geldt niet meer, want die heb ik veranderd. Dus gooi die rommel weg en kom een nieuwe halen. En om dat soort eigenschappen, dat heeft alles te maken met caching en meerdere cores die je gelijkertijd kunt hebben, is de moderne aanpak heel vaak om ervoor te kiezen om objecten
final fields te geven. Want final zegt eigenlijk, ik beloof dat die waardes nooit meer veranderen. Dus zelfs als je een kopie maakt van een object, zelfs die kopie, die zal altijd de juiste waarde hebben, omdat het oorspronkelijke ding niet van waarde verandert. Dat is een hele belangrijke eigenschap. Die eigenschap heet immutable, niet wijzigbaar, immutable, onveranderbaar. En dat is een eigenschap die in moderne Java steeds vaker zult zien en ook beschreven zult zien in documentatie. Nou zien we dat die methode lijkt nogal woest. En dat, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. En die is wat mij betreft best goed leesbaar. Ik vind de namen een beetje lang, moet ik zeggen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar je kunt dezezelfde methode ook wat korter schrijven. Met een enkel statement. En dat ga ik ook doen ook. Kopietje. En dan zet ik dat hier neer. Plak. Ik zet hier een regel. Einde bij. Ik zal verwachten het tweede stukje. Dat zet ik hier neer. En dat zet ik hier overheen. En op het moment dat ik het gedaan heb, zul je zien dat hier twee goede lampjes komen staan. Die zeggen namelijk dat de variabelen een new numerator en een new denominator, dat die niet gebruikt worden. Nou, die kan ik dan maar simpelweg weggooien, want ik heb ze inderdaad niet meer nodig. En daarmee is het één statement geworden. Ik weet niet of ik dat configureer, maar als je hem zo schrijft, dan is dat wat mij betreft net zo leesbaar. Want hier staat twee keer de teller en twee keer de noemer. Nou, de tweede makkelijke operatie bij een breuk, die is natuurlijk het delen. En dat zou in het Engels zijn divide by. En die heeft dezelfde signatuur als hierboven staat. Dus ik ga dat maar eventjes bietsen. En dat is wel zo makkelijk. Dat betekent de definitie is bijna goed, alleen de berekening is fout. Want ik weet dat als ik een breuk deel door een andere breuk, dat het hetzelfde is als dat vermenigvuldigen met het omgekeerde. En nou zeg ik vermenigvuldigen, maar dat heb ik al gemaakt. En het is natuurlijk niet heel complex, het is maar één statement, maar hier doe ik precies hetzelfde. En is het niet veel handiger om wat ik daarboven al gedaan heb, simpelweg te hergebruiken? Ja, dat kan inderdaad. Dat kan ik doen doordat ik in plaats van een nieuwe fraction te maken, ga ik een hulpmethode toepassen. Die hulpmethode, daar laat ik het feitelijke werk doen. En die hulpmethode ga ik dan twee keer aanroepen. Dat gaan we zo meteen zien. Ik ga als eerste ik ga toch eerst even wat terugzetten. Wat ik net weggehaald heb. Oeps. Zit. Nee. Zit. Divide by. En ik ga hier even weer die tussenwaardes neerzetten. Moet ik even kijken of ik dat slim kan doen. Een beetje mazzel heb, dan kan ik dat hier bietsen. Nee. Daar ergens. Nee. Nee. Nee, dat heeft niks geen zin. Ik had gehoopt dat ik typewerk nog terug kan halen, maar dat is niet zo. Ik ga het als volgt doen. Ik ga als eerste ga ik de waardes van die fraction, die andere fraction, ophalen. En die noem ik dan other numerator. En ik kort hem maar even af. Is other.numerator. En in other.denominator is other.denominator. Zo, dat zijn mijn hulpvariabelen. Die ga ik ook gebruiken. Je ziet nu dat ik ze nu nog niet gebruik. Maar ik ga ze nu wel hier gebruiken. Ik maak hiervan on. En, oeps, 1 o. En ik maak hiervan od.
Oh, ook 1 en. En daarmee is het programma nog net zo correct. Ik gebruik deze hulpvariabele. Maar wat ik nu ga doen, ik ga hiervan een methode maken. Dit stukje is een stukje code wat ik eigenlijk daar beneden ook zou kunnen hebben. Sterker nog, ik ga het ook laten zien ook. Dit stukje, dat zou ik hier neer kunnen zetten. En dan heb ik hetzelfde staan. Het is natuurlijk, de berekening is fout in de divide by, want ik moet teller en noemer met elkaar van elkaar van plaats vervangen. Dat kan ik hier door hier OD van te maken en hier OM van te maken. Dan ben ik dus ook de divide by correct. En even kijken. Oh, divide by is never used. Dat klopt. Hè. Dat doen we, ja, daar doe ik nu nog even niks mee. Maar wat ik wilde laten zien is dat ik dit stukje in een methode kan verpakken. Alt, Shift, M. Macintosh gaat dat wel anders. Dat zoek je maar zelf op. Die methode noem ik OpTimes. Dit is namelijk een vermenigvuldiging. En die methode die geef ik mee 2 ins. Maar dan gaat het niet zoals ik wil. Want wat brengt die mee? Ja, dan gaat het gaat niet zoals ik wil. Maar ik ga het anders oplossen. Ik ga nu namelijk een extra een hulpmethode maken. Die levert ook een fraction op. Die heet times. Maar die neemt niet twee of een fraction, maar die neemt twee integers. Een teller, een numerator en een denominator. Ik kan maar even voor het gemak in n en d. En die ga ik gebruiken met behulp van deze expressie. En daarmee heb ik die berekening gemaakt. Waarbij ik dan die waardes die ik hier neergezet heb, vervang door m en d. Dat wil zeggen, ik ga dus nu een fraction vermenigvuldigen met n en d. Waarbij n een teller is en d een noemer is. En ik doe dat door een nieuwe fractie te maken, door de noemer van deze teller te vermenigvuldigen met die n. En de numerator van deze breuk te vermenigvuldigen met een n. En de denominator te vermenigvuldigen met de gegeven d. En daarvan een fractie te maken. Dus eerst die vermenigvuldiging uitvoeren, daarvan twee parameters maken en dat meegeven aan de constructor van fraction. Dat is feitelijk wat er gebeurt. En als ik dat dan, die methode heb ik nu. En die kan ik dan vervolgens hergebruiken in deze methode. En ik kan hem ook nog een keer hergebruiken in deze methode. Want dat gaat dan heel makkelijk. Dat zul je zo meteen zien. Ja. Ik kan dit weggooien. Ik kan hier times van maken. Zo meteen die methode aan te roepen. Door van de otter. Simpelweg die numerator en die nominator op te vragen. Dat gaat weg. Je ziet dus dat ik hier nu deze times methode aanroep en die times methode uiteindelijk doet de vermenigvuldiging. Die doet dus het dubbele werk. Het dubbele werk. Waarom dubbele werk? Want dat zit ook in die divide by. En je zult al aanvoelen dat ik die times methode ook in deze divide by methode kan gaan gebruiken. Dat moet je natuurlijk wel slim doen. Ook daarvan geldt weer, nou ja, dat kun je misschien niet, didactisch misschien niet zo slim, maar ja, typen kan ik niet zo goed. We weten allemaal uit de wiskunde dat het vermenigvuldigen, het delen van breuken hetzelfde is als het vermenigvuldigen met het omgekeerde. Oftewel teller en noemer van plaats verwisselen. En op deze manier is dat dan al gebakken. En je ziet dan dat ik die berekening, die niet zo complex is natuurlijk, maar dat ik die berekening op twee plaatsen kan gebruiken. Dus die times methode. Deze times methode die twee intwaardes meeneemt. En de fraction zelf.
die maakt van die fraction een nieuwe fraction door die fraction te vermenigvuldigen, teller met de n en de noemer met de d. En die fraction, deze methode kan ik dan gebruiken in die andere methodes. Stel nu dat ik deze methode alleen maar voor mezelf zou willen hebben, alleen maar in deze klasse, dan kan ik die vervolgens ook nog private maken. En daar, ik moet wel typen, goed typen. Maar ik moet misschien dat wel maar zo doen. PR-tab, zo, dat gaat makkelijker. Je kan die methode private maken. Dat betekent dat die methode vervolgens niet meer aan te roepen is van buiten deze klasse. Ook niet vanuit andere klassen in dezelfde package. En soms is dat verstandig om dat te doen. Ik heb de neiging om dat niet te doen, want dan kan ik die methode ook testen vanuit een klasse in diezelfde package. Maar dit is een hele gebruikelijke aanpak. En ik heb, wat heb ik gedaan? Ik heb daar ook private neergezet, dat wil ik niet. Ik wil hier public hebben. Want dit is een methode die ik wil bruikbaar wil maken van buiten de klas. En dat allemaal werkt, dat kan ik als volgt laten zien. Ik ga deze natuurlijk nog 166, zo schrijf je dat, maken. En ik kan die natuurlijk laten zien op het scherm. Hopsakee. En ik kan vervolgens die 1/6 weer delen door 1/3. Ja, dus 1/6 delen door 1/3. En ja, wat komt er dan uit? Hè? Dat gaan we doen. Dus 1/6 divide by en dan 1/3. Dat is precies goed wat ik wilde hebben. Als ik die methode aanroep en ik vang het resultaat niet op, ik sla het resultaat niet ergens in op, dan heb ik dus een. Ja, dan zie ik er niks van. Dan wordt een berekening gedaan. En dit zou uiteindelijk weer een andere fraction op moeten leveren. Laten we die ook maar eens even uitgeven. En laten we uiteindelijk dit programmaatje maar eens laten lopen. En dat is de fraction klasse. Dat is een runbare klasse omdat er een main methode in zit. Die zit hierboven. En die kan ik laten fietsen. En dan zien we dat er als eerste een zesde uitkomt. En als tweede een half. Alleen dat is niet erg goed herkenbaar. En dat is ook weer een fout. Natuurlijk, of beter gezegd, niet goed nagedacht. Wil ik hier een zinvolle string uitkrijgen, dus een zinvolle representatie van deze klasse, is het natuurlijk wel van belang dat ik die toString methode, die in object gedefinieerd is, dat ik die overschrijf. En die kan gegenereerd worden, maar ik haal daar een hele hoop van weg. En dat, dit stukje dat vervang ik compleet door een ronde haak. Dit stukje daarvan laat ik alleen maar de komma over. En die komma vervang ik ook nog een keer door een schuine streep. En deze sluitende accolade die vervang ik door een rond haakje. En als ik dan nog hetzelfde programma nog een keer uitvoer, dan zul je zien dat er netjes 1/6 uitkomt en 3/6. Potverdorie. Dat is niet een half. Maar dat had ik kunnen weten. Want deze breukklasse is natuurlijk niet compleet, want hij doet de normalisatie niet. Het vereenvoudigen van de breuk heet het in het Nederlands. Die teller en noemer worden niet gedeeld door de grootsgemeenschappelijke deler. Dat doen we nu niet, want dan zou de les nog veel langer worden. Daar gaan we de volgende keer. Nee, daar gaan we een andere keer mee verder. Maar hiermee is de les voor vandaag rond, afgelopen, want ik ben nu aan het einde gekomen. En ja, dat moeten we mee doen voor deze week. Ik zie jullie als het goed is donderdag weer terug. En ik zal jullie allemaal een prettige week wensen. Weekend mag ik niet zeggen, ik zit in het weekend, jullie nog niet. Jullie al wel, jullie zijn in het weekend al voorbij. Ik hoop gezond en wel. We zien elkaar in ieder geval de komende week weer. Dag!